Goedemiddag dames en heren. Welkom bij de PSV trainersvlog. Mijn naam is Martin de Laat. Wij zijn op dit moment de talententraining aan het voorbereiden. Vanmiddag komen nieuwe talenten uit de regio een training volgen hier. Hun eerste keer, ook onze eerste keer talententraject. Dus we zijn benieuwd. We gaan jullie meenemen. Stan. Ja. Vertel even wat je aan het doen bent. Ik ben kinderen aan het ontvangen van het talententraject. Onder 9 groep die komt trainen in Eindhoven. En wat doe je normaal? Ik ben van scouting. Ik coördineer de onderbouw scouting onder 9 tot en met 112. Zitten we dan met de boys. Zij gaan vandaag training verzorgen. Stel je even voor, boys. Goedemiddag, ik ben Haitem. Negro Leandro. Mijn naam is Davy. Bajo. Deze boys gaan vandaag de training geven voor het talententraject. Zij volgen TC3 cursus. Gaat die goed, boys? Gaat lekker vandaag. Ja? Eerste les gehad. Zeker. En Dave, veel geleerd? Valt allemaal mee, hoor. Oké. Ja? Ja. Ik snap niet echt welke oefeningen het allemaal zijn, snap je? Geel en oranje gaan tegen rood spelen, toch? Ja, man. Je bent wel erg slecht in tekenen, man. Hi! Begrijp je? Ja, dit zijn ze, de kleine mannen van het talententraject. Boys, hebben jullie een beetje zin in? Ja! Ja? Wie kan er mij vertellen wat jullie vandaag komen doen? Kom dan. Kom dan. Kom je vandaag doen? Voetballen. Waar kom je voetballen? De hertgang. Oké, en waarom? Omdat wij heel veel willen leren. Hey boys, zullen we om gaan kleden en gaan trainen? Ja. Doen dan. Inmiddels is de training in volle gang, zoals jullie kunnen zien. Boys spelen rondo. 6-2. Ook de trainers doen mee. Aardig niveau al hoor. Training net voorbij. Hoe vond je het? Leuk. Ja, wat heb je allemaal gedaan op de training? We gingen daar met die gossen dribbelen en nog moesten schieten en nog veel meer. Boys, wat vonden jullie ervan? Goed. Yeah. Ja? Yeah. Huh? Wat heb je dan? Hallo! Dit zijn de trainers van Jong. Dennis, hoe is het? Uitstekend, Rick. Heerlijk, ja? Man. Maar jij aan het vloggen? Ja, aan het vloggen. Wat houdt het in? Ik weet het niet. Hey, Tony. Is dit serieus? De serieus, de vlog. Vlog in de trainerstuin. Hoe stopt zoiets? Gaat niet goed. Vlog gaat fout. Oh, de vlog. Oké, kanjers. Jullie hebben vandaag wedstrijd, of niet? Ja. Tegen wie speel je? Jongeren van 113. Heb je er een beetje zin in? Ja. De mazzel. Nou, hier zijn we dan. Kleedkamer van de trainers. Dit is mijn kluisje. Ik zal me trouwens even voorstellen. Rick Antonissen, trainer onder 11. Vandaag hebben wij een wedstrijd, dus dat ga je meemaken. We moeten natuurlijk het wedstrijd tenue aandoen, want we hebben dadelijk een wedstrijd met de jongens van de onder 11. Zo, omgekleed dan wel. Het is inmiddels 4:15. Even wat dingen doornemen met de trainers en dan gaan we de jongens opvangen. Oké, even snel omgekleed. Fundamentkleding aangedaan. Vandaag wedstrijdje samen met de onder 11 tegen jonger Oranje. We gaan nu naar de boys. Zijn we weer. Kleedkamer. Boys, zijn jullie klaar voor? Lekker hoor. Hier is hij, de grote baas. Wie ben je? Rick de Roy, coördinator fundament. En het wordt top vandaag. Ja, wordt genieten, genieten. Oké, wedstrijd afgelopen tegen jongeren Oranje. Boys, hoe was het? Goed. Leuk. En wat was goed dan? Voetbal. Voetbal. Wat kom jij doen? AK3 Doezoe. Yes, einde van de dag. Lange dag geweest. Talententraject, wedstrijdjes jongeren Oranje. Mooie club. Lekker naar huis nu. Morgen vroeg weer hier naartoe. Zie jullie morgen. Da. Ik wil even wat zeggen. Vertel. Ik zit hier aan de tafel met een paar pannenkoeken die alleen maar op de computer zitten. Het gewerkt wordt lekker stel op balletje. Da. Hey, Kimmy. Wij gaan even naar Mietje. Hoe stopt het? Gaat niet goed. Vlog gaat fout. Oh, vlog. Onderweg, kleedkamer onder 15. Je weet wel. Van Naui. Trainersvlog vandaag. Zelf. Zelf. Wil jij weer even achter de tralies? Daar is hij weer. Naui. No, maat. No face, no case. This one is
in de baby. Navi, ja. Wil jij mij nog even leren hoe dit? Ja, die. Die. Ja. Die, zo? Oh, goed lekker. Dat je aarzelt, toch? Er gaan veel mensen naar je kijken. Je weet toch, vinden je spannend. Pas jongen, goed zo. Fiets, stel je even voor. Ik ben Jari, speler van onder 11. En is een hele goede trainer. Box. Gedaan. Trainer. Goedemiddag, ik ben Van Verduren, trainer onder 14. Ik moet deze jongen ook nog opleiden, maar vooruit doe ik er ook bij. Geen probleem mee. En wij gaan nu naar buiten trainen. Lekker, lekker. Succes, succes. Okay. Hey. Net klaar met de training op het veld. Donderdag is voor de boys krachttraining. Voor het eerst aan de gewichten. Hier worden kasten geproduceerd. Trainer! Ja! Trainer! Hoepeltje! Hoe is het? Hoe is het? Top jongen, hard getraind. Lekkere krachtomgoop, top. Genieten, genieten. Hallo allemaal, jullie hebben gezien, ik ben trainer bij de onder 11. Daarnaast ben ik ook nog videoanalist bij Jong PSV. Vandaag gaan we een dag meelopen met Jong PSV. Dit is de ruimte waar dadelijk de spelers komen te zitten. Hier het scherm, hier doen we de voorbereiding op de wedstrijd. Hier komt dadelijk de opstelling te staan en hier staan wat aantekeningen. Veel kijkplezier. Guus, wat hebben we vandaag gedaan, Vini? Jongens, Champions League niveau. Inderdaad, eindelijk deze kant Champions League niveau. Heerlijk. Ik zeg, dit ziet er fantastisch uit. Kijk, na onze topmaaltijd moeten we ook nog werken. We hebben hier een schermpje. Niet zo heel groot trouwens. Nee, valt wel mee. Niet te tillen dit ding. Maar ja, alles voor de jongens. Nou, zoals je ziet, de tv staat. Voorbereidingen zijn getroffen. Bas is bezig met de muziek. Zullen we even snel een kijkje nemen. Baza, waar is die muziek, Bas? Wie kom ik hier tegen? Kukso! Alles klaar aan het hangen? Jazeker. Voor de ballen jongens? Voor de ballen jongens. Hey, dit hoort er ook allemaal bij. Pieter! Pieter, onze teammanager. Hoe is het Pieter? Daar zijn we weer jongen. We hebben een vlog voor vandaag. Leuk man. Veiligheid is ook aanwezig? Altijd. En AZ is ook aanwezig. Dus, We zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor. Helemaal goed. Dames, gaat het goed? Bij de kaartverkoop gaat het helemaal mis. Nou, we zijn even in de krachtruimte. Dante, hij is bezig. Dante, waar ben je mee bezig? Ja, een beetje rekken voor de wedstrijd. Maxime is ook al aardig bezig, kijk. Ja. Goeie houding. Ik neem je even mee naar Frankie. Frankie, hey. De opstelling erin aan het zetten? Ja, ja. Dit is de opstelling voor de supporters, voor de toeschouwers. Ik zeg, wederom Frankie, goed bezig. Ja. We gaan beginnen aan de wedstrijd. Zoals je ziet, staat alles gereed. Jean-Paul is wederom klaar voor deze wedstrijd. Groeten, tot na de wedstrijd. Hoe stopt u? Gaat niet goed. Vlog gaat fout. Fout vlog. Nou, zoals je ziet, einde wedstrijd. Resultaat natuurlijk minder, helaas. Beneden zijn nog wat interviews, denk ik. En dan zit het erop van vandaag. Het laatste wat nog moet gebeuren is alles online zetten. Dus voor de spelers zullen we alles om aan het zetten. Dan kunnen ze hun beelden terugkijken. Want in de nabespreking zullen we dat weer moeten gebruiken. Zien we jullie later weer. Groeten. De mazzel. Oké, we zijn hier in de kantoortuin van de trainers. Hard gewerkt, beelden gekeken, trainingen voorbereid. Etje, ongeslagen nog hè? Ja. Vinden ze wel iets vertellen? Ja, wij zijn ook ongeslagen. Doe even die knip ook nog een keer. Ja. Wilfred Bauma effect. Wilfred Bauma, zeker. Twee lusjes, kijk. Kevin Hofland, bij deze draai ik de camera aan je over. Mag ik het mag vandaag. Goedemiddag, ik ben Kevin Hofland, trainer onder 16. Ik ga jullie meenemen vanaf de hertgang. Ik kom uit Limburg, dus het is een uur en een kwartier rijden ongeveer. En zo zien jullie ook leven voor mij thuis. Morgenochtend weer naar de hertgang. En ik zal jullie zo anderhalve dag meenemen. Veel kijkplezier. Ik zal even kort voorstellen. Ik ben inmiddels trainer onder 16. Ik ben voor mijn vierde seizoen actief binnen PSV als trainer. Mijn dagen, dat zullen jullie ook wel morgen ervaren. We bestaan uit kwart voor zes de wekker. En dan rustig aan de ontbijttafel. Half zeven vertrek ik. Haal ik meestal collega-trainer Christopher Aalbrecht, trainer van onder 17 op. Dan zijn we meestal rond half acht, kwart voor acht op de club. En dan starten we de dag die eindigt. Meestal rond half vijf. En dan rijden we met z'n tweeën. Rijden we op het gemakje naar huis. Het is 85 kilometer heen, 85 kilometer terug. Maar ik heb het er graag voor over. Nou, we komen nu thuis. Welkom in Bingelraden. Nou, hier zijn we thuis. Bob, laptop dicht! Ik ga jullie voorstellen.
Moet ik weggaan? Oh, gezellig. En papa komt net thuis. En wie ben jij? Levi. Levi. En hoe oud ben jij? 8. En wie ben jij? Ik ben Dylan. En jij bent? 14. Zoals je ziet missen we er nog eentje. Die speelt sinds dit seizoen bij Fortuna onder 14. Die wordt zo opgehaald of gebracht. En dan ga ik met hem samen hapje eten. Hoi, ik ben Milan. Ik ben 12 jaar en ik speel in de U14 van Fortuna Sittard. Onze halve dierentuin, dat zijn de katten. We gaan even een rondje door de tuin maken. En dan gaan we even naar de hut. De paardenstal die hebben we afgebroken en hebben we eigenlijk een beetje ontspanningsruimte voor ons gemaakt. Dat laten we jullie nu even zien. Hier in de hut hebben we een aantal aandenken uit mijn eigen carrière toen ik nog voetbalde. En dan hebben we voor de kids natuurlijk ook iets laten maken aangezien ze voetbalgek zijn. Pannaveldje. Voor ons in de familie hebben we een Feyenoord fan, dat is Milan. En we hebben 2 PSV fans, dus daarom hebben we ook die logo's hier erin laten verweven. V is er ook. Ga je ook voetballen? Goed zo. Nou, ik loop nu de kleinste, de muis. Die wil elke avond een kus en een knuffel. Toch? Vind je een kusje en een knuffel? Ja. Ja? Knuffelen. Tot morgen. Zie papa morgen na het werk, ja? Dag. Wat rusten. Ja, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 9 uur. Inmiddels. Normaal gesproken vertrek ik eerder. Maar deze ochtend hebben de jongens geen ochtendtraining en gaan ze naar school. Dus we gaan weer de bus in. En we rijden naar Eindhoven. Inmiddels een minuutje of 20, een kwartiertje onderweg. Ja, wij als trainer zijn ook opvoeders. En dat maakt het wel lastig, want binnen de poort bij ons proberen wij ze op te voeden met de normen en waarden die wij kennen. En dat is niet voor iedereen normaal. Dus dan moet je soms toch zorgen dat iemand daarin mee gaat lopen. En uiteindelijk als ze de poorten uit zijn, dan ben je ze weer kwijt. En dit is één seizoen waar ik de groep heb. En dan gaan ze naar de onder 17, dan komen ze in handen van een andere trainer. En gelukkig denken wij als trainers eigenlijk allemaal hetzelfde. Op het moment dat jij in een opleiding zoals PSV zit, dan weet je dat je heel veel moet laten en heel veel moet opofferen. En er komt nu de leeftijd, 15, 16 jaar, waar langzaam jongens op stap gaan en meiden. Waar je graag zelf mee wil gaan. Ja, dat is lastig. En ik hoop door mijn eigen ervaring en ook de mensen die bij ons op de club zitten om de jongens daarvan te overtuigen dat wat je nu laat en de komende 5 jaar echt investeert, echt gewoon je best doet. Want daar gaat het uiteindelijk om. En ervan bewust bent welke mogelijkheden je hebt ten opzichte van misschien wel miljoenen andere kinderen. Om daar alles voor te laten om je doel te bereiken. En ik snap dat dat lastig is voor de jongens, want ze denken altijd van achter komt hij weet het weer beter. Het enige waarom wij daar zijn is om te laten inzien wat voor unieke mogelijkheid ze hebben om van je hobby je werk te maken. En daarmee zoveel mooie dingen te kunnen meemaken. Champions League, prijzen winnen, nationale teams, reizen over de hele wereld, noem maar op. Talent heeft iedereen. Ik denk als je net dat stukje mentaliteit niet hebt, kan je nog zo goed voetballen. Dan ga je niet overleven in deze tijd. Dit vond ik wel even leuk om aan jullie mee te geven. Hoe ik daarin sta als trainer, maar als mens. Hey boys. Hoe stopt het? Gaat niet goed. Vlog gaat fout. Oh, het vlog. De mazzel.